Leerkrachten gaven vandaag massaal gehoor aan de oproep om thuis te blijven. Onze nieuwsdienst ging vanmorgen langs 3 scholen en trof er volledig lege erven, hier en daar wat auto's die waren geparkeerd. Het was de 2e dag van de acties die gisteren begonnen met een motie die via de directeur van het kabinet van de president werd overhandigd aan president Santokki. Diverse bonden hadden hun leden opgeroepen in protest te gaan tegen de gewijzigde BTW-wet, waarbij de BTW op brandstof van 5 naar 10% is verhoogd en er nu ook BTW wordt geheven op de nutsvoorzieningen stroom, water en kookgas. De bonden eisen het terugdraaien van deze verhogingen en verwachten dit weekend een reactie op de motie. De actie gisteren had een ordelijk verloop. President Santokki waardeerde het dat, ondanks de ontevredenheid, de motie op een georganiseerde manier is ingediend. De indieners zijn door de president, die het belangrijk vindt in dialoog te blijven met de vakbonden, uitgenodigd voor een overleg met een clusterteam van ministers.